Nou, dan hebben we dat gehad en dan komt het hoogtepunt van de avond, namelijk het bedrag. Deze actie, dames en heren, heeft opgebracht 80.000 euro en 26 euro. Kees van Vianen, wat is je reactie? Geen eindeloze verhalen, maar één woord. Oké. Okay. Oké, okay, Kees, iets meer dan één woord. Oké, Hans, heeft u ook een tweet voor ons of een reactie? Nee, geen tweet, maar wel een reactie. Dit is geweldig. Complimenten voor jullie allemaal. Ik mocht 3 zinnen zeggen. Heel korte spreektijd. Ik wil jullie geweldig bedanken, komma. Dus ik ga 3 hele lange volzinnen doen. Want ik wil toch even jullie hartelijk bedanken en complimenten maken voor het feit dat jullie de moed hebben gehad om uit 100 stichtingen, zoals al gezegd werd, gevangenenzorg te arresteren. En dat getuigt van moed om te gaan voor de minsten in de samenleving. En dat hebben jullie misschien wel ervaren toen jullie actie gingen voeren. In de tweede plaats, mijn tweede zin. Complimenten voor de samenwerking die er geweest is tussen het LCJ en tussen het kantoor van Gevangenenzorg Nederland en met name ook de vrijwilligers en wat jullie allemaal gedaan hebben. Ik hoor dat van mijn collega's, ik hoor dat van Willem de Kok en van meerderen dat de samenwerking prima en meer dan prima verlopen is. Dat vind ik ook geweldig en een compliment voor jullie. Het is vandaag het jaar, of dit jaar is het jaar van applaus, dus je zou mogen klappen voor jezelf. En het laatste, en dat is niet klappen, maar het vraagt discipline. De actie zit erop, maar jullie verantwoordelijkheid begint nu pas. Vannacht gaat de wintertijd in en ik wil jullie uitnodigen, vragen, tot het begin van de zomertijd dagelijks in jullie gebeden te bidden voor gevangenen, voor familie van de gevangenen, TBS-patiënten en ook voor de slachtoffers. En dan met name ook wat daarachter zit aan geweld. Zoals jullie weten wellicht 75% van de gevangenen komt weer in de gevangenis terecht nadat ze vrijgekomen zijn. En dat betekent dus nieuwe slachtoffers. En achter slachtoffers zit criminaliteit. En criminaliteit is zonde. En degene die daar het meeste voordeel van heeft is de duivel. En jullie bidden dan in feite dat het geweld, het duivelse geweld, mag ophouden. En in ieder geval verminderen. Van harte God zegen gewenst. Dank u wel. Thank you.